Feyenoord trapt af in een sfeervolle arena voor de eerste klassieker van deze competitie. En de meest opvallende onder de 22 voetballers is Wesley Sneijder. Die heeft eindelijk zijn plekje terug links op het middenveld bij Ajax. Rosenberg. Power. En binnen de minuut de eerste vrije trap voor Ajax. Veel mensen verzameld op de rand van het strafschopgebied van Feyenoord. Wordt flink bewogen, bal wordt verlengd en belandt in de handen van Lodewijks. De kopbal van Grigera. Green. Opvallend bij Feyenoord voorin. Dat is de tactische verrassing met Kalou aan de rechterkant. En Boussaboun aan de linkerkant. Grigera. Grigera kiest voor ver richting Rosenborg, die verlengt. Green, opgejaagd door Rosenborg. Kuit vraagt. Lodewijks kiest voor kort op Green. Nu alsnog de lange bal richting Dirk Kuit. Bahia. Pardo. Vonk. En een beetje ruimte aan de linkerkant bij Emanuelsson. Rosenberg. Mooie beweging. En ook deze actie is goed. En dan kan de bal niet worden opgepikt door de Jong. Trabelsi komt uit de tweede lijn. Trabelsi met links. Lodewijks. Kuit. Veel Ajaxide in zijn buurt. Vandaar dat die bal terug moet naar Östlund. Kuit. Grigera. Dirk Kuyt. Vergeet de bal. Rosenberg. Met een moeilijke opening op Babel. De vraag is of hij hem kan binnenhouden. Dat antwoord is nee.
Blind zit rustig, begrijpelijk, met inmiddels al deelname aan het Champions League toernooi verzekerd. En een bemoedigende winst in de Johan Cruijffschaalpartij tegen PSV. En voor Feyenoord geldt dat het nog een aantal mensen mist. Maar desondanks met 6 uit 2 prima is gestart. Trabelsi. Pinar. Aangetikt. Achter de bal Sneijder, de zesde minuut, Kuyt verdedigt mee. ...21 man op de helft van Feyenoord. Trabelsi. Loopt zich vast. Pardo. En Kalou. Maduro. Bal wordt afgeklemd, lijkt me, door Gali. Maar het mag door. SQD. Slippertje bij Trabelsi, overigens wel de man die verdedigend het meest wordt gezocht om hem te kunnen inschakelen bij Ajax aanvallen. Trabelsi. Moeilijk. Boussaboen. En een mooie beweging van Kalou. Dat is de eerste kans voor Feyenoord en die wordt geblokt. De kans door Emanuelsson. Trabelsi. Terwijl een van de twee kaars, in dit geval Kalou, voor het eerst laat zien hoe gevaarlijk Feyenoord voorin kan zijn. Pinar. Goeie bal, gehakt door Sneijder. Vrij voor het doel Rozenberg. En die is te snel. En mist daardoor de bal. Prachtig gespeeld. Het begint bij Pinar. Die vindt Sneijder. Die hakt de bal in één beweging richting Rozenberg. En die schrikt zo dat hij het zo snel wil proberen dat hij de bal vergeet. En opvallend, binnen 9 minuten eerst een dikke kans voor Feyenoord via Kalou. En vervolgens voor Ajax via Rozenberg. Grigera. Dat deel van de Ajax-defensie het meest aanvallend tot nu toe. Maduro. SQD. En de vlag voor Babel. Schreuder. Stuurman voor Koeman, maar vandaag niet beschikbaar. Green. Kuyt.
Meteen veel Ajaxiden om hem heen. Eén heeft de bal, Emanuelsson. Maduro. Pinar. Steekt alvast een handje uit om Snoil een beetje van zich af te houden. Dat mag. Pinar. Nu lijkt hij weg. Pinar. Sneijder. Babel. Dreigen. Dubbele dekking. Östlund en Green. Pauwen. Kuyt zoekt even naar de bal. Heeft hem. Kalou. Kuyt is doorgelopen. Kalou wil buitenom en wordt opgevangen door Grigera. Die maakt zich breed. En dat is een overtreding. En vanwege het commentaar dat volgt, komt er ook nog geel. De bal naar rechts, zelf naar links. En Grigera die Kalou opvangt. Het is de 12e minuut. Het muurtje staat en achter de bal Pardo. En die verraste in de openingswedstrijd van deze competitie de doelman van NAC. Met een bal die indraaide bij de eerste paal. Sebastian Pardo. Hij probeert het nu weer. Maar nu mislukt het. Gali. Terwijl Kalou er weer in wil. Gali. Kalou. Pauwen. Kuyt. Kiest voor diep. Daar moet SQD tussen. Daar is Boussaboun, maar die jaagt de bal de tribune in. Kalou. Pardo. Een van de drie op het middenveld bij Feyenoord. En hoe ver je met inzet kunt komen, bewijst Sneijder. Rosenberg. Lodewijks. En een. Dat geeft Van Egmond een doeltrap. De keeper krijgt het voordeel. Kalou. Bahia. Snoil. Enigszins moeizaam. Kalou hoort daar natuurlijk ook helemaal niet. Grigera. Vrije trap snel genomen, SQD. Emanuelsson rekent op Babel. En aangezien ook het omgekeerde het geval is, krijgt Emanuelsson een uitbrander van Blind. Pardo. Gali, dat is te kort. Maduro. Dat wordt lastig, dan komt hij fraai uit, Rosenberg. Pinar, ook in de drukte. Dat zijn er te veel van Feyenoord. En uiteindelijk Lodewijks.
Green. Kalou. Green is doorgelopen. Heeft steun. Er zijn er drie mee. Onder wie Pardo? Kalou, Kuit. En die twee bij elkaar in de buurt. Dan moet je oppassen. Pauwe. Pauwe opnieuw. Kuit. Kalou. En een goal voor Feyenoord. Na 16 minuten nemen de Rotterdammers een voorsprong in de Amsterdam Arena. Een prachtgoal. Een goede 1-2. En fraai afgemaakt door Kalou. Hier in de maak, het begint met Pauwe. Kuit kaatst en Kalou schuift die bal binnenkant rechts in één beweging in de verste hoek. Bal is lang onderweg. De vingertippen van Vonk raken de bal nog wel. Maar de bal echt van richting veranderen, dat lukt niet meer. En Feyenoord staat voor. Emanuelsson. Vorig seizoen was het Ajax dat in de thuiswedstrijd een voorsprong nam via Rosales. De gelijkmaker toen kwam van Dirk Kuyt en de 1-1 werd ook eindstand. Maar nu, na 17 minuten, leidt Feyenoord. Pardo. Sneijder. Babel wegstarten. Ryan Babel. Lodewijks neemt de tijd. Begrijpelijk. Green. Kuit. Kalou. Ja, die twee samen die zijn toch echt onmisbaar voor Feyenoord. En je moet er nog niet aan denken dat binnen een paar dagen zou blijken dat er een van de twee toch verkocht wordt. Ik kan het me niet voorstellen. Rosenberg. Pauwe. Emanuelsson. Baia. Kuit. Laat zich veelvuldig zakken tot aan de middenlijn om daar de bal te komen ophalen. Gali. Na een slippertje van Maduro, nog steeds Gali. Maduro, prachtig. Tussen Gali en Pardo door. Babel. En als die Östlund opzoekt, komt meteen Green als rugdekking. Sneijder. Sneijder, heel gedreven. Pauwe. Pardo. En een overtreding van Maduro. Gestrekt been op het moment dat Pardo de bal wegtrapt.
Green. Cabelsi. Rikera. En nu. Feyenoord staat en wacht. Cabelsi. Rikera. Rosenberg, terwijl Pina naar binnen komt. Rosenberg. Rikera. Het moet allemaal precies passen. En het 1-2'tje tussen Pina en Rikera dreigt mis te gaan, maar het komt toch nog goed. Östlund. Escudé. Ik kan me toch niet voorstellen dat je van plan bent je eigen doelman op te gaan zoeken. Grigera. Cabelsi. Goeie beweging aan de rechterkant. Dat levert Ajax een hoekschop op. De actie van Pinaar. Ajax heeft nogal wat lengte met SQD, met Grigera. Maar Duro staat te wachten op de rand van het strafschopgebied, maar komt niet tot een schot. Babel. Rikera. Makkelijk komt Kalou en Rikera met een forse trap van een flinke afstand. Voordeel voor Lodewijks is dat hij de bal al van verre ziet aankomen. Gali. Krijgt hulp van Kuit. Pauwe. Snoil. Die lijkt de linksbackspositie althans het probleem bij Feyenoord, dat het daar jaren heeft gehad, een beetje te hebben opgelost. De Feyenoordbank met onder meer de reservedoelman Aerts. En Bosgaard, die ook graag, hetzij als linker vleugelverdediger, hetzij als linker middenvelder, best zou willen meedoen. Maar Koeman beslist anders. Emanuelsson. Kuit, Pardo. Kalou is snel. Vonk doorziet dat en is attent. Cabelsi, 25 minuten gespeeld. Feyenoord met 1-0 voor. Beide ploegen één keer gevaarlijk. Via Kalou en Rosenberg. Escudé. Östlund. Kalou. Hens van Snijder, maar niet opzettelijk. Vandaar dat het door mag. Babel. Snijder. Dat kan niet. Östlund en Rosenberg, of hoe de ene zweet, de ander dwars zit.
Snoil. Kalou. Even 1 tegen 1. Krijgt hulp, Kuit. Dan gaan ze weer met z'n drieën. Pardo staat buitenspel. Het idee van Kuit is prima, de uitvoering ook. Alleen Pardo staat 2 meter te ver. Emanuelsson. Gali, slecht, levert in bij Sneijder. Babel. Ajax speelt door terwijl Babel nog bezig is met het herstel van het schoeisel. Enig geduld zou op zijn plaats zijn geweest. Lodewijks. En altijd dankbaar voorin Dirk Kuyt die verlengt. Emanuelsson. Maduro. Ruimte ligt bij Trabelsi. Het gaat via Grigera. Dat kost tijd. En is daardoor makkelijk te belopen voor Feyenoord. Dat schuift als een handbalverdediging mee. Pinaar. Trabelsi. De Jong. Green is met hem mee. Trabelsi. Nu wordt het lastig. Het wordt klein. Sneijder wil er doorheen. Trabelsi. Nou, met links. Nog maar eens kijken naar de actie van Kuyt en Pardo, al dan niet buitenspel. Het is op het randje. Babel. Mooi gespeeld. In de rug van Rozenberg en die moet de bal aannemen. De Jong krijgt dan de kans om te schieten. Lodewijks. Rozenberg beoordeelt de bal die hij meekrijgt niet goed. Daardoor verspeelt hij hem en krijgt De Jong uiteindelijk nog de kans om het te proberen. Kuyt. Kalou. Alsof er radar op zit tussen die twee. Trabelsi. Trabelsi. Pardo komt zich eens melden bij de zijlijn. Green. Een uitstapje. Pardo. Opnieuw Green. Zoeken naar Kuyt. Dat is mislukt. Green. En Pardo trekt zijn schoen uit. Die lijkt geblesseerd. Vandaar ook activiteit langs de zijlijn. De Graaf en Bosgaard zijn degene voor Feyenoord die warm lopen. En de vraag is, kan Pardo door of niet? Hier gebeurt dat het uitgestoken been, het gestrekte been van Maduro. Dat is het moment waarop Pardo geblesseerd raakt aan de linkervoet. En Gerard Meijer zo vlak na zijn 70ste verjaardag nog steeds druk voor Feyenoord in de weer. SQD. Feyenoord even met 10. Trabelsi. Pinaar.
Snoil. Emanuelsson. Terwijl het erop lijkt alsof Pardo het nog een keer gaat proberen. Sneijder. Wordt tegengehouden, bijna letterlijk door Bahia. Kalou. Boussaboun. Nog steeds. Power schuift in. En Pardo completeert Feyenoord. Dat is de afstand tot aan het doel van Vonk. Meer dan 29 meter. De muur mag op 9,15. Kuit met een korte aanloop. Pauw eventueel met een lange. Benieuwd wat Feyenoord heeft ingestudeerd. Dit is hem. Kuit. Het is ingewikkeld. En zeker als Green een overtreding maakt. Die maakt ruimte voor Kuit. Maar doet dat wel via een overtreding. Babel. Tussen twee man door, geen overtreding. Kalou. Emanuelsson. Tegen de zijlijn Babel, dat is lastig. Daar is er ook een misverstand. Maar ook als Babel de bal wel krijgt tegen de zijlijn aangedrukt, kan hij eigenlijk geen kant op. Emanuelsson. Sneijder. Goeie opening op Pienaar. Bal is lastig. Kan hij hem binnenhouden? Ja dus. Pienaar. Snel voor zijn neus. Pienaar. De Jong. Trabelsi weer mee. Dat doet hij eigenlijk regelmatig. Östlund. Weet niet wat er achter zijn rug zit. En kiest ervoor om op deze manier uit te verdedigen. Minuten tot aan de rust. Emanuelsson. Dat is wel een goede voorzet. Pina probeert voor zijn man te komen. Krijgt een duwtje mee van Snoil. Maar dat mag in het duel. Trabelsi. Pina. En opnieuw de kleine ruimte. Feyenoord maakt het heel erg klein. En Ajax komt naar binnen. Emanuelsson van afstand. Zolang Maxwell er niet bij is, lijkt het erop alsof Emanuelsson, de linkervleugelverdediger, de eerste keus is voor Blind op die plek. Overigens is de lijst met geblesseerden aan Ajax kant aanzienlijk korter dan aan de kant van Feyenoord. Maxwell, Mitea en doelman Stekelenburg ontbreken. Het lijstje bij Feyenoord is wat langer met onder meer Gibbs, met Schreuder, met Hofs, met Onno. Maar dit elftal van Feyenoord blijft heel behoorlijk op de been tot nu toe. Erwin Koeman stapte er in Rotterdam, zoals hij zei, zonder vooroordeel in. Heeft iedereen een kans gegeven. En komt uiteindelijk tot dit elftal. Pauwe. Met maar drie Feyenoorders in het strafschopgebied.
En dat kan natuurlijk van afstand. Het schot van Boussaboum. Maar is makkelijk op te rapen door Fonk. Sneijder. Emanuelsson. En Sneijder die nog niet echt zijn stempel kan drukken. Maduro. Slecht gecoacht, slecht ingespeeld ook. Hij kan geen kant op het moment dat hij de bal krijgt. Staan er twee van Feyenoord tegen de naam. Kuyt. Dirk Kuyt mag de bal aannemen van Grigera. Kalou. Het kan wel. En als hij hem raakt. En dat luistert nou. Dat is centimeterwerk. Grigera. Slechte bal achter Babel. Östlund. Het is opvallend dat ook bijvoorbeeld Östlund, toch niet de beste verdediger in Nederland, eigenlijk probleemloos op de been blijft tegen Babel. Emanuelsson. SQD schuift in. Zoekt weer de as van het veld. Daar is het te druk. En dat is makkelijk te verdedigen. Green. Feyenoord benut in dat opzicht de buitenkanten beter. Boussaboum houdt zich daar goed aan. Gali. Poort Maduro. Is ook de volgende Ajax-ziet kwijt. Schakelt dan Pardo in. Pardo. Mag ook veel. Gali. En dan is het voorbij. Pinaar. Snoil. Fors in. Op Trabelsi. Die raakt erbij geblesseerd. En incasseert daarvoor zelf geel. Het is een actie waarbij je in ieder geval zeker weet, het is onbesuist, dat voor zover er al sprake zou zijn van een tegenstoot, die bij deze de nek wordt omgedraaid. Heitinga heeft het verzoek gekregen om in ieder geval te gaan warmlopen voor de zekerheid. Het is de tweede speler in de eerste helft na Pardo die er even af moet voor een blessurebehandeling. Pinaar. Rosenberg. Nou komt Pinaar erg fors in. Afrikaans onder onsje. Laten we maar zeggen Noord tegen Zuid. Maar dan beneden Nevenaar. Althans een deel daarvan. De vrije trap is snel genomen. Ajax compleet. Trabels weer op zijn vertrouwde plekje rechts achterin. Rosenberg. Östlund. Green. Eén keer raken. Kalou. Green is doorgelopen. Goed doorgelopen zelfs. Babel moet mee verdedigen. En doet dat voortreffelijk. Ryan Babel. Emanuelsson. Nog 5 minuten, dan is het rust. En dan gaan we weer richting de as van het veld. Emanuelsson. Dan maar een keer diep.
Green. Wordt een beetje van de sokken gelopen door de Jong. Daar wordt geen overtreding bij gemaakt. En dan probeert de Jong het zelf. De hoek is onmogelijk. Het alternatief is op zoek naar een vrijstaande medespeler. Maar dankzij zijn eigen instelling komt hij wel in deze positie. Nigel de Jong. Sneijder. Maduro. Rosenberg draait buitenom. Is Green kwijt. Rosenberg. Dan is Pienaar veel te snel naar binnen gekomen. En daarmee onderstreept hij dat het ook geen klassieke rechtsbuiten is. Want je komt veel makkelijker van buiten naar binnen dan dat je er al staat. Emanuelsson. Rosenberg. Voor de tweede keer weggedraaid bij Green. Komt nu tot een schot. En Lodewijk stopt. Hier is Rosenberg Green helemaal kwijt, maar Pienaar staat er al. En dit is nog geen minuut later, Rosenberg zelf. En de goal achter zijn naam maakte hij vorige week uit in Roosendaal. Slecht uitverdedigen van Feyenoord. Babel. Pienaar. Nu is hij wel blijven staan. Nu heeft hij prompt de bal gekregen. Pienaar. Trabelsi kan. Lodewijks. Ja. Emanuelsson. De drie voorin bij Feyenoord verzetten veel werk. Bahia. Kuit. Uit balans, maar dat doet hij zelf. Ajax mag door. SQD. Pienaar. Pienaar. Nee, dat lukt meestal wel als je met 4-0 voor staat, maar niet als je met 1-0 achter staat, zo'n hakballetje. Emanuelsson, mooie 1-2 met Sneijder, dan is het vervolgens minder. Waardoor Östlund de bal zo in de voeten krijgt. Östlund. SQD, Sneijder. De Jong, weer te kort, weer op de as. En weer een onmogelijke bal, maar De Jong corrigeert dat zelf. Green. Trabelsi. Pardo. Aangetikt. Niet wat frustratie bij Sneijder. Pardo al eerder slachtoffer na een confrontatie met Maduro. Het gaat wel, maar niet van harte. Uiterst sportief na drie kwartier voetbal. In totaal slechts 14 overtredingen. Toch twee blessurebehandelingen. Vandaar dat de extra speeltijd 3 minuten bedraagt. Babel. Kalou ontsnapt. Aan SQD en Emanuelsson, omdat ook Kalou wegleidt,
krijgt de gelegenheid om dat te herstellen. Rosenberg. Weinig steun voorin. Pienaar, die denkt, maar staat eigenlijk onbereikbaar. Zo wel, via Babel. En dan is er een kortsluiting op de lijn tussen hem en De Jong. Gali. Snoil. Kuit oogt altijd iets ongebruikelijk. Een bal met de buitenkant aannemen. Het is wat minder zeker dan met de binnenkant. Maar ja, met de fysieke kracht van Kruid, van Kuit kom je in heel end. Grigera. Loopt weer en zoekt weer de as op. Maduro. Trabelsi. Ruimte gemaakt voor hem door Pienaar. Trabelsi met een goede voorzet bij de tweede paal. Babel, bal blijft hangen. Rosenberg ook niet en dan Pardo die uitverdedigt. Spelers van Ajax bij de scheidsrechter. Die zijn van mening dat er een overtreding is gemaakt op Rosenberg. Maar het lijkt er eerder op dat de zweet uit balans komt. Eigenlijk door de rare inzet van Babel. De voorzet is puik van Trabelsi. Babel doet het vreemd. En vervolgens in het kopduel met Rosenberg en Green is er niets aan de hand. Trabelsi nog een keer. Nu legt hij de bal terug. We zitten inmiddels in de laatste 30 seconden van de eerste helft. Een goal van Kalou na 17 minuten. Twee goede kansen in het begin van de wedstrijd. Voor Kalou van Feyenoord en voor Rosenberg van Ajax. En nu in de slotfase met name Trabelsi met veel initiatief. Toch na 48 minuten de conclusie dat Feyenoord met de 1-0 voorsprong via Kalou voor rust in Amsterdam gemakkelijk overeind is gebleven. Pienaar, Dirk Kuyt, die veel meters moet maken voorin samen met Kalou en Boussaboun. Dat is de heren wel toevertrouwd. Het werkte toch in de opstelling. Kalou van de rechterkant laten komen. En de man van NAC van links. En Ajax dat te veel op de as van het veld speelde. Dan werd het klein, dan wordt het rommelig, dan moet het heel precies. Dan moet je bovendien uit de duels en uit de overtredingen blijven. Daar ligt het niet. Ja, en Pienaar heeft toch niet de echte snelheid voor een rechtsbuiten. En Babel, opvallend genoeg, zit behoorlijk in de zak bij Özlem. Dit is de goal van Kalou. En dat leidt tot de volgende cijfers. Balbezit iets meer voor Ajax. Dat geldt voor meer dingen. Maar die zeggen natuurlijk wel iets, maar niet alles. Want Feyenoord, met name met dat duo Kalou en Kuyt, blijft natuurlijk ook in Amsterdam levensgevaarlijk. Wissels zowel bij Ajax als bij Feyenoord. De Graaf bij Feyenoord in de plaats van de geblesseerde Pardo. En Charisteas, de lange Griek, vervangt bij Ajax Rosenberg. Emanuelsson. Sneijder, doortastend. Charisteas met zijn eerste actie. En binnen enkele seconden de eerste hoekschop van Ajax voor Ajax in de tweede helft. Snel genomen de hoekschop. Daar is Charisteas. Maar de richting ontbreekt nog een beetje. Hij als breekijzer
in plaats van de veel kleinere Rozenberg voorin bij Ajax. Zeg maar als een soort Jan Vennegoor van PSV. Kalou duwen en trekken met SQD. De Feyenoorder wint. Kalou kuit. En dat is 0-2. Binnen de minuut staat Feyenoord in de Amsterdam Arena op 2-0. Ik wilde zeggen in de Kuip, omdat het lettertje K veel voorkomt op deze middag. Kalou voor rust, kuit in de tweede helft. En als er een duo is, dat onoverkomelijke problemen kan bezorgen voor Ajax, dan is het dit duo. En het knappe is zowel van Kalou als van Kuit, dat ze er ook staan als ze er moeten staan. Dirk Kuit van 15 meter in de uiterste hoek en een kansloze handschop. En nog geen minuut nadat er is afgetrapt voor de tweede helft, trapt Ajax af na een tegengoal. En ga ik eens heel voorzichtig bladeren in de papieren om even terug te kijken naar het laatste moment, de laatste wedstrijd die Feyenoord in competitieverband hier won in Amsterdam. Dat gebeurde in het seizoen 2000-2001. Notabene een hattrick toen voor Ajax van Arve Latsen. En de Feyenoord goals van Leonardo, Thomasson en tweemaal Connolly. De derde minuut naar rust. 0-2 is de verrassende tussenstand. Emanuelsson. SQD. Feyenoord gunt Ajax een groot deel van het speelveld. Maar de problemen ontstaan zo'n 25-30 meter van het doel van Lodewijk voor de Amsterdammers. Dan wordt het klein, dan wordt het druk. Dan moet het precies, zorgvuldig. En dat lukt Ajax niet. En als je dan dat duo voorin hebt lopen, Kuit en Kalou. Nou ja, het is nog geen 31 augustus, maar laten we hopen voor Feyenoord dat die in ieder geval in Rotterdam blijven. Westlund vergrijpt zich aan Babel. En dat houdt in dat Sneijder een vrije trap mag nemen. Het is de zesde minuut na rust. Sneijder. Lodewijks.
Pienaar. Met Snoil voor zijn neus. Die moet een beetje voorzichtig voetballen. De Feyenoord-back heeft al geel. Krijgt nu steun van de grensrechter. Die ziet een overtreding van Pienaar en die staat er op 1,5 meter vandaan. Arbitrage die sowieso in deze wedstrijd prima op de been blijft. Het is voor het eerst dat Van Egmond een klassieker fluit. Hij moest voor rust twee spelers bestraffen met geel, Grigera en Snoil. Maar daarbij is het tot nu toe gebleven. Kuit. En zolang Ajax niet aan de zijkanten voorin snelheid en ruimte kan maken en steeds in de trechter loopt, zolang is er voor Feyenoord nauwelijks iets aan de hand. Bouwen. Slim. Boussabon. Prachtig in één beweging. Hij moet terugdraaien omdat de bal niet meerolt. Een prima voorzet. Bal blijft hangen. De kleinste kopt hem weg. Emanuelsson. Östlund vangt op. Snoil. Green. Ideaal. Die kan twee kanten op. Kiest voor Lodewijks. Trabelsi. Aristeas. Trabelsi. Weer met de voet aan de bal. Weer. Wandelend richting de as van het veld. Sneijder. Babel. Östlund krijgt hulp van Kuit. Dat is niet nodig. Maduro. De Graaf zit ertussen. Ja, het mag dan niet allemaal even mooi zijn van Feyenoord. Het is uiterst effectief. Twee goals. En achterin geeft het nauwelijks kansen weg. En het kan toch niet anders of Ajax moet zo meteen komen met nog een wissel. Rosales lijkt me de aangewezen man. Die kan in ieder geval voor Ajax voor snelheid zorgen. Maduro. Grigera. Weer lang richting Charisteas. Emanuelsson. Wisselt voor de tweede keer deze middag. De Jong gaat eraf. Rosales komt erbij. En zo wordt het nog iets aanvallender. En moet er normaal gesproken voor Feyenoord in de tegenstoot nog meer ruimte komen. Trabelsi. Aristeas. Feyenoord maakt overtredingjes. Niet meer dan dat. Maar het wordt wel op deze wijze steeds verder teruggeduwd door Ajax.
Nou, over de afstand van de muur hoeft Sneijder zich geen zorgen te maken. Het is de 11e minuut in de tweede helft. En Ajax mag een hoekschop nemen. Indraaiende hoekschop, verlengd door Grigera. Zijn voor een doelman onmogelijk te verdedigen ballen. Lodewijk krijgt overigens wel, zowel bij de eerste als bij de tweede paal, hulp van een medespeler. En dat is nodig. Rosales, Pinar, Trabelsi. En altijd ligt op de loer dat risico van Kuyt en Kalou. En daardoor moet Ajax wel. En Grigera en SQD en in mindere mate Trabelsi en Emmanuel stonden een beetje achterin houden. Ze kunnen wel mee de backs, maar bij balverlies is het meteen gevaarlijk. Babel, Maduro. Babel glijdt weg. De Graaf kan overnemen. Kalou wacht. Datzelfde geldt voor Kuyt. Oppassen voor buitenspel. Daar gaat Kalou. De bedoeling is De Graaf. En die kan bijna 3-0 inkoppen. Het is Trabelsi die dat voorkomt. En dit is zo'n voorbeeld met weinig mensen eruit. Maar wel gevaarlijk. Kuyt wacht eventueel op een bal die terug wordt gelegd. En De Graaf duikt op bij de tweede paal. Babel. Sneijder. Charisteas, randje buitenspel, mag door. Krijgt groen licht van de grensrechter. Rosales. Bij Ajax loopt inmiddels ook Bukari zich warm. Dat zou dan de derde wissel worden. Terwijl het voor Pardo sneu is dat hij dit duel niet kan afmaken. Charisteas. Maduro met een gelukje. Dit doet hij knap. Wordt dan geschept door Boussaboum. Lijkt erger dan het is. De vrede is getekend. De vrije trap is inmiddels genomen. Emmanuelsson. Babel. Wordt steeds geconfronteerd met twee man. Gali weg. Hier ligt weer ruimte voor een counter. En als SQD wegleidt, heeft Kalou ook ruimte. Kuyt. Mooie erenlijst. 4 goals in 5 klassiekers. Charisteas. Uit de rug van Bahia. Charisteas. Het is een van de weinige keren dat een aanvaller van Ajax kans ziet. Zonder daarbij buitenspel te lopen. Op te duiken. Achter het centrale duo van Feyenoord. Kalou. Pinar. Even 4 tegen 4. Maar het duurt. En het duurt. En het duurt. En Feyenoord is weer vrijwel voltallig terug. Babel. Gali. Emmanuelsson. Dan maar zelf en Bahia raakt de bal verkeerd.
Nog een half uur. 0-2 in de arena. De hoekschop is van Sneijder. Lodewijks. Trabelsi. Drie kwart van het speelveld is inmiddels leeg. Kuit verdedigt ook mee. Kan dat overigens prima. En zorgt nu voor lucht door die bal gewoon te bezorgen aan de andere kant bij Vonk. Leonardo. Dat was een van de doelpuntenmakers in de door mij al vermelde winstpartij van Feyenoord in het seizoen 2000-2001. Babel. Trabelsi. Pauw verdedigd. Trabelsi. Rosales. Trabelsi. Rosales. Is dat Hens? Er wordt wel voor geappelleerd. Van Egmond staat op minder dan 10 meter en wuift het weg. Rosales. Het aantal hoekschoppen begint op te lopen. Bal wordt van de doellijn gehaald. Druk blijft. Pinaar, laag. Volgende hoekschop. De bal die bij de eerste paal wordt ingekopt en eruit wordt gehaald door Snoil. Rosales. Green. Ajax sluit Feyenoord op. Daar gaat Grigera neer. Maar die Wilic dat hij zeker niet zal krijgen. Daarvoor zul je dat toch als scheidsrechter zelf moeten constateren. En Van Egmond houdt oog op de bal. Trabelsi. Het zijn nog steeds geen grote overtredingen. Het aantal begint wel op te lopen. Snoil heeft al geel. En het blijft voorlopig bij de ene kaart. Rosales, iedereen heeft zijn plek gevonden in het strafschopgebied van Feyenoord. Trabelsi. En Lodewijks. Het is dom van Pina, althans vanuit Ajax oogpunt, want dit was kijk. En Lodewijks stelt zich een beetje aan. Lodewijks. En als er al een verandering is in deze wedstrijd, dan is het dat sinds een aantal minuten Feyenoord geen kans meer ziet om de bal voorin wat langer vast te houden. En daardoor neemt de druk van Ajax toe. Bukari komt er zo bij. Maar eerst de negende hoekschop alweer van Ajax. Manuelsson, Trabelsi. Pinaar, dan wordt het weer druk. Dit is handig gespeeld. Dan wordt er gevlagd voor buitenspel. Voor Grigera. En aan de mimiek te zien van de Tsjech moet de grensrechter hebben begrepen wat hem wordt toegevoegd. Nog maar eens kijken. Grigera, zeker geen buitenspel. Opgejaagd door de Graaf. Östlund met een overtreding ter hoogte van de middenlijn.
op Babel. En de tijd die Ajax dan weer nodig heeft om de vrije trap te nemen, benut Feyenoord door weer gewoon een paar meter terug te stappen. Pinaar. Aristeas. Trabelsi, Pinaar. Pinaar, buitenom bij Pauwen. Obstructie. De vrije trap voor Ajax, maar het zijn geen zware overtredingen. Het zal niet snel leiden tot geel. Het hindert Ajax behoorlijk in de combinatie. En de vrije trappen van de Amsterdamse kant hebben tot nu toe nauwelijks iets opgeleverd. Rosales. Rosales. De Graaf. Die schenkt Rosales een tweede kans. Deze bal is beter. Wordt uitverdedigd door Green. Sneijder. Snoil, handig. Brigera moet oppassen. Kan die bal koppend terugbezorgen bij Fonk. Voor wie het een steeds eenzamer middag wordt. Maar wel met de wetenschap dat Ajax met 2-0 achter staat. Sneijder. SQD. Aristeas. Achter Pinaar. Het loopt net goed. Trabelsi. Pinaar. Rosales. Het gebeurt bijna allemaal uit stand. Een paar meter bewegen. Oh, mooi vrijgespeeld. Rosales door Trabelsi. Het vervolg is minder. Dan komt er een tweede kans. Nu voor Pinaar. Emanuelsson kopt de bal er nog een keer in. Gali. Handig. Wil iets te veel. Heeft het geluk dat de bal rolt voor de voet van de Graaf. Rosales. Grigera. Er komen wat onvriendelijkheden, begrijpelijk. Iets meer dan 20 minuten te gaan. Ajax probeert te forceren, maar dat lukt nog niet echt. Het zal vermoedelijk tot enige opluchting leiden aan Ajax kant. Kalou gaat eraf. Die heeft meer dan zijn plicht gedaan. Door in ieder geval een van de twee goals voor zijn rekening te nemen. En hij wordt vervangen door Leonardo. En Erwin Koeman moet de geschiedenis goed kennen van Ajax Feyenoord. Want Leonardo was een van de doelpuntenmakers bij de laatste winstpartij. In competitieverband van Feyenoord in de arena. Nicky Hofs. Iets minder dan 20 minuten. Nog steeds voor Feyenoord dat geruststellende goaltje ertussen bij de 0-2. De vrije trap van Sneijder, laag. Bal blijft hangen. En de Graaf verdedigt uit. Rosales. Grigera, aangetikt. Snoil heeft al geel.
Dit is het tweede geel voor Ferne Snoil en Feyenoord moet door met 10 man. Feyenoord moet door met 10 man. En Erwin Koeman laat meteen Bosgaard warm lopen. Om in ieder geval zo snel mogelijk die achterste vier te kunnen herstellen. Het is onbezonnenheid, het is nog de leeftijd en het is de slimheid van Grigera. En dat bij elkaar opgeteld leidt tot een tweede gele kaart en daardoor rood. En het restant moet Feyenoord door met 10. Grigera is al vaker het middelpunt van een opstootje. Soms werkt dat, soms niet. Begrijp Kuyt wel, krijgt hij Grigera zover dat hij reageert en die heeft ook al geel, is die ook weg. De vrije trap is van Rosales. Sneijder. Uit deze situatie komt de tweede gele kaart van Snoil. Doet datgene wat een doelman met veel routine kan. Tot ongenoegen van de Ajax-aanhang pakt Lodewijks op een hele ingetogen manier, een beschaafde manier, gewoon een paar seconden extra. Emanuelsson. En de twee nog mogelijke wissels zitten eraan te komen. Die van Feyenoord noodgedwongen. Bosgaard moet erbij, omdat Snoil inmiddels met rood is vertrokken. En Bukari komt erbij bij Ajax. Sneijder. Emanuelsson. Babel. Onzichtbaar tot nu toe. Kuyt komt mee verdedigen. Emanuelsson. Aan de binnenkant komt Maduro. Maar dan gaan we weer naar de as. In de drukte. En dan moet het komen van afstand. Zoals nu van Maduro. Maar daarmee maak je Lodewijks echt niet aan het schrikken. Leonardo houdt de bal binnen. De volgende vraag is, blijft hij op de been? Hij wel, maar Emanuelsson niet. Het is wel leuk, de vierde official houdt het bord omhoog over de wissel. Alleen dan dat er van beide partijen heen staat, zou het dan leuk zijn als hij ook aangeeft van welke partij. Boussabon en SQD zijn de mensen die eraf gaan. Bukari en Bosgaard zijn invallers. Östlund. De Graaf wacht wat lang. Östlund doet dat over het algemeen niet. Ja.
Minder dan een kwartier. Nog steeds 0-2 in Amsterdam. En nog steeds Ajax niet bij machten om Feyenoord echt in de problemen te krijgen. Trabelsi. En zo komt steeds nadrukkelijker de herinnering terug aan het seizoen 2000-2001. Een spektakelstuk. Ajax-Feyenoord. Eindstand 3-4. De laatste Feyenoord-overwinning in Amsterdam in competitieverband. Maduro. Emanuelsson. Aristeas wijkt regelmatig uit naar de zijkant, terwijl je juist van hem zou verwachten dat hij de man is die de ballen moet inkoppen. En in verband met de tijd laat Sneijder de hoekschop nemen door Bukari. Bal draait weg, Grigera verlengt. Maar komt te ver uit aan de voorkant van het doel. Sneijder. Met handen en voeten. Die is die kwijt. Nu kan het wel 1-2 worden via Garistea. Sterker nog, het moet 1-2 worden. En het is 1-2. En de goal valt 12 minuten voor tijd. En Angelos Garisteas, de vervanger voor Rozenberg naar rust, is de man die Ajax weer terugschiet in deze wedstrijd. Het gebeurt op het moment dat Feyenoord al een aantal minuten met 10 speelt. Hij staat geen buitenspel, verder van dat. En hij puntert de bal onder Lodewijks door. Kuit. Misverstand achterin bij Ajax, balverlies. Leonardo neemt over. Die hoort de bal natuurlijk af te spelen, doet dat niet. Waardoor Ajax weer kan overnemen. En nou is Kuit ver op de helft van Ajax gaan zitten. Net buiten het strafschopgebied heeft hij kramp. Hans Vonk schiet Kuit te hulp. Maar de Ajax-aanval loopt door. En daar is zwaar een kans op 2-2. De inzet van Sneijder. De redding van Lodewijks. Overigens heeft Feyenoord, in tegenstelling tot wat ik eerder zei, nog wel de gelegenheid om een wissel in te brengen. Ajax is er doorheen. Met Rosales, met Aristeas en met Bukari. Pinar. Pauwen. Kuit. Hersteld van kramp. Mooi om Trabelsi heen. Aan het shot gepakt. Geld voor Trabelsi.
Komt goed uit bij Feyenoord. Laten we het daar maar op houden. Kramp bij Dirk Kuyt. Dat geeft een aantal Feyenoorders de gelegenheid om eens diep aan te halen. Een slokje te nemen. Kuyt moet er dan even af. En mag er zo weer bij van Egmond. Ajax en Feyenoord door zijn wissels heen. Bosgaard. Grigera. En de tijd tikt. 81 minuten, 52 seconden. Tussenstand 1-2. Heeft Ajax lucht voor een slotoffensief? Jazeker, kan Feyenoord overeind blijven. We zullen het zien. Charisteas. Kuyt, half, Trabelsi. Sneijder. Handig weggedraaid. Sneijder, goed gespeeld. Charisteas met de gelijkmaker. Nee, goede redding. Goed uitkomen van Lodewijks. Ja, het is een combinatie van twee dingen naarmate de tweede helft langer duurt. In de eerste plaats komt Feyenoord er niet meer uit. En dan bovendien ook nog dat rood voor Snoil. Levert alleen maar extra problemen op. Kijk naar het uitverdedigen van Green. Dan is de druk twee tellen weg. En dan komt de bal nu weer terug via Grigera. Trabelsi. Babel. Speelt ook veel centraler nadat Bukari erbij is gekomen. Dat is nu de man aan de linkerbuitenkant. Overstapje, Rosales. Verspeelt de bal, maakt een overtreding en krijgt de vrije trap tegen. Nog maar eens kijken naar de kans van Charisteas. Lodewijks attent. En hij redt met de voet. Kuyt. Emanuelsson. Wordt het een verrassing? Wordt het winst voor Feyenoord? Of heeft Ajax aan de resterende 8 minuten nog voldoende voor een gelijkmaker? Babel wil het zelf, forceert dat en mist het doel op iets meer dan een meter. Geel voor Pauwen. Terwijl Babel zijn schot voorlangs ziet schieten. En los van de 5,5 minuut sowieso de vraag hoeveel tijd er nog gaat bijkomen. Kuyt. Levert in bij Pienaar. Duwtje Bosgaard. Pienaar wil de vrije trap snel nemen. Daar heb je een medespeler voor nodig. En die is er. Trabelsi. En Lodewijks die op het randje loopt van geel. De vraag is hoeveel Van Egmond accepteert. En hoe Lodewijks dit oplost. Mooi om te zien. Het spel tussen een doelman die al alles heeft meegemaakt en een scheidsrechter die, hoe dan ook, vandaag zijn eerste klassieker fluit. Bahia, dat is wel heel nadrukkelijk tijdrekken. Pienaar, Grigera, Emanuelsson. Leonardo erachteraan. Het vervolg van Emanuelsson is niet goed. Pienaar. Trabelsi. Rosales. Pienaar buitenom. Gali in zijn rug. Die moet nu voorkomen dat de bal achtervliegt. Dat lukt hem. Handig om Pienaar heen. Keurig. En nu het vervolg. Want daar zit het probleem voor Feyenoord na rust. Ook nu weer. Rosales. Die arme Dirk Kuyt, die moet van alles, maar aan aanvallen komt hij nauwelijks meer toe. Ajax duwt, Feyenoord moet terug, Emanuelsson,
probeert ook te forceren. Ja, dat verschil is groot, maar dat maakt niet het verschil bij het eindsignaal van Egmond. Dat zijn de doelpunten. En in dat opzicht zit Feyenoord nog steeds met 2-1 in de plus. Kuit. Mag door. Aristeas rekent op een vrije trap die er niet komt. Kuit. Wil ook een vrije trap, die komt er ook niet. En uiteindelijk is het Ajax dat een vrije trap mag nemen. Sneijder. Bukari. Corrigeert zichzelf. Aristeas. Sneijder. Bukari. Er is ruimte. De bal blijft binnen. Maar is voor Bukari niet te bespelen. De spanning staat op de gezichten. Sneijder. Kuit, zelfs Dirk Kuit zit erdoor. Dat wil wat zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat hij stopt. Trabelsi. Babel. Rosales wacht. Dan moet er een voorzet volgen. Die is niet goed. Boschaert. Pinaar. Bijna 90 minuten gespeeld. Östlund verdedigt uit. Emanuelsson. Sneijder. Klein, nee, dat is Pinaar. Dit is Sneijder. Gali. Probeert het mooi op te lossen, maar heeft hij daar de tijd en de ruimte voor? Nee, natuurlijk niet. En de overtreding van Östlund. Op Sneijder is een vrije trap voor Ajax. Het blijft zonder geel. De valpartij is groot voor zo'n klein manneke. Maar Van Egmond besluit Ajax een vrije trap te geven. En voller dan vol kan het strafgebied van Feyenoord niet zijn. De kopbal van Babel verdwijnt over. De 90ste minuut loopt, zoals gezegd, voor het laatst. 2000-2001, Ajax-Feyenoord, 3-4. De laatste Rotterdamse winst in de Amsterdam Arena. Nog 3 minuten komen erbij. Nog 3 minuten moet Feyenoord zien door te komen. Nog 3 minuten heeft Ajax om in ieder geval tot misschien 1 kans te komen. Maar de rek lijkt eruit. Dat is, ja, dat is mentaal. Je kunt dat wel zeggen. Het zijn nog 3 minuten. Maar toch. Het idee dat die 90 erop zitten. Dat speelt nu ook mee. Rosales. Buitenom bij Bahia. Dat wordt lastig. Zeker als Bahia ook Gali ziet opduiken. Trabelsi. Pinaar. Trabelsi. Boschaert. Pinaar. Handig. Maduro kiest verkeerd. Aan de buitenkant staat Rosales. Daar ligt de ruimte. Rosales. Trabelsi. Het enige dat nog zou helpen voor Ajax dan is een bal in het strafschopgebied van Feyenoord. Leonardo met een overtreding. De volgende vrije trap voor Ajax. Rosales voert uit. En de tijd tikt. 1-2. Nog steeds in Amsterdam. Nog minder dan 2 minuten. Rosales, bal wordt van richting veranderd door Gali. Die trapt hem verder richting de middenlijn. En nou komt zelfs Vonk, zou je denken, maar die houdt in.
omdat Gali vooruit verdedigt als enige Feyenoorder. Vonk. Alleen de lange bal kan nu nog. Hans Vonk. Pauwe kopt. Bukari controleert. Legt hem moeilijk neer voor Sneijder. Sneijder. Op goed geluk. Pienaar. Babel. Achter Pienaar. Komt ook stil te staan. Rosales. Ontwijkt De Graaf. Ontwijkt Gali. Daar is de voorzet. Die is te laag. De volgende voorzet dan. Die komt van Trabelsi. Een minuut. Rosales doet dat laag. Grigera haalt de bal nog een keer op. Het ongenoegen groeit in Amsterdam. Men beseft dat een nederlaag tegen Feyenoord, tegen de aartsvijand, aanstaande is. Bosgaard met gevaar voor eigen leven. Van Egmond fluit en geeft Feyenoord de vrije trap mee. Bosgaard geblesseerd. Sneijder geblesseerd. De eerste gaat naar de bal, de tweede blijft staan. En Van Egmond ziet daar een overtreding in van Sneijder. En dit is normaal gesproken het restant dat Ajax tekort komt en dat Feyenoord 3 punten brengt. Danny Blind succesvol toen hij het overnam van Ronald Koeman in de Kuip, winnen met 3-2. Dat weet u waarschijnlijk nog, de winnende van Maduro vlak voor tijd. Succesvol in de strijd om de Johan Cruijffschaal dit seizoen tegen PSV.